Dag collega's, even een korte video om jullie te tonen hoe je de planner van Smart School kan gaan gebruiken als een planningstoel voor de leerlingen. Het eerste wat we moeten doen is de planningstoel hier aan de zijkant krijgen en dat heet in de planner de to-do list. Dus daarvoor gaan we naar weekweergave en we zetten daarvoor het aanvinkvakje van de to-do lijst aan. Wat er dan verschijnt is aan de rechterkant een lijstje met alle huistaken, toetsen, opdrachten die je hebt gegeven deze week. Voor de leerlingen verschijnt hier een lijst van alle vakken. Voor mij als leerkracht verschijnt hier alleen maar de opdrachten die ik zelf heb opgegeven. Wat is nu het grote voordeel? Leerlingen kunnen hier ook eigen opdrachten aan toevoegen. Stel nu bijvoorbeeld dat ze nog een papier moeten indienen over de cluburen, dan kunnen ze dat via het knopje Eigen to-do gaan toevoegen aan hun eigen planner. Door dan bijvoorbeeld in te vullen hier van boven brief cluburen. Voilà, ze geven daar een datum aan. Dus we zetten dat misschien op donderdag om 10 uur. Ziezo. En dan plannen ze dat als een eigen to-do, waardoor het ook in het lijstje hier verschijnt. Hebben ze die opdracht nu afgewerkt, dan kunnen ze naar die opdracht gaan en die gewoon afvinken. En zoals je ziet, wordt die hier ook in de lijst afgevinkt. Ziezo, hiermee kunnen je leerlingen ook hun eigen werk nog iets beter plannen. Hopelijk kunnen jullie dat ook eens tonen. Alvast bedankt om te kijken en tot binnenkort.